Goedenavond, topsport van het hoogste niveau aan tafel vanavond. Meervoudig wereldkampioen Anne van der Breggen won alles wat er te winnen valt. En tegenover haar vanavond zit dubbelspecialist Demi Schuurs. Al jaren behoort zij tot de besten in het vrouwendubbelspel. We hebben het over tennis natuurlijk. Dit is Avondgasten Sport. Ja, een vol sportweekend ligt achter ons. Genoeg om te bespreken met deze twee wereldtoppers aan tafel. En straks natuurlijk ook nog amateurvoetbal. Want elke week kies jij thuis de wedstrijd van de week. Daarover later meer als corona toelaat natuurlijk volgende week. Maar eerst gaan we naar de actualiteit. Roland Garros opnieuw. Rafael Nadal 13 deelnames en ook 13 keer weten te winnen. Zijn 20e Grand Slam titel. Net als zijn eeuwige rivaal Roger Federer. Om maar bij jou te beginnen. Demi, heb je het gezien? Ja, ik heb wel een stuk gekeken, ja, maar het was echt bizar. Fenomenaal. Ja. Dat is toch onbereikbaar bijna, hè? Ja, dat is echt buiten de wedstrijd gisteren natuurlijk. Het niveau was zo indrukwekkend. En in het begin, ja, 6-0 tegen nummer 1 van de wereld, dan doe je het niet slecht. Ja, precies. En bij de dames, ik moet al even kijken, want ik kende haar eerlijk gezegd niet. Iga Swiatek, kende je haar? Ja, ik heb dubbel van haar verloren, zelfs vorige week. Dus ik ken haar zeker weten, ja. Ik moet zeggen, hele goede speelster. Pas 19 jaar. En, ja, ongeplaatst, hè? Ongeplaatst, maar super nuchter. Ja, echt een talent. Ah, mooi, ja. En jullie hebben weer een overwinning in de ploeg, Anna. Ja. Gisteren, Gent-Wevelgem, ja. Jolien Door. Wat zei ze? Heb je al nog een appje gestuurd of gebeld? Ja, ik heb een appje gestuurd. Ja, tuurlijk, ze was super blij. En ook denk ik wel na het Belgisch kampioenschap, waarbij ze de sprint van Lotte verloor. Dan, ja, dat was voor haar wel echt een domper. Dus ik denk wel dat ze gebrand was ook om deze te winnen. Ja, we gaan even over even naar jouw carrière kijken. Want jij, ik zei dat in de aankondiging, je won alles wat er te winnen valt tot nu toe. We hebben een paar fragmenten op een rij gezet. Kijk even mee. De eerste Amsterdam Gold Race voor ons. Die wilde het hele peloton winnen. De valse pijl winnen is prachtig, maar in eigen huis winnen is natuurlijk helemaal geweldig. Solo over de streep. Ja, Anna van der Breggen. Jij bent de beste. En ze heet Anna van der Breggen. Met dit verschil mag je met recht de keizerin noemen. Jeroen van der Breggen, Luik Bastenaken Luik, al twee edities achter elkaar. Netherlands Anna van der Breggen takes the gold. Ja, het zijn by far niet alle overwinningen natuurlijk. Want we hebben dus vandaag op de redactie een lijstje gemaakt om te kijken hoe jouw palmares eruit ziet. Ja, laat maar zien jongens, want het is... Ja, te veel om op te noemen. Je kunt het zelf meelezen. Het is van Olympisch kampioen, WK op de weg, tijdrijden, EK weg, tijdrijden, NK weg, tijdrijden. 3 keer Giro Rosa, Waalse Pijl 6 keer. Nou ja, het is zelfs te veel om op te noemen. Kun jij op enige manier zeggen welke de mooiste was? Ja, nee. Nee? Nou, ik moet zeggen, dit afgelopen jaar met het WK was wel absurd. Maar ik denk wel dat het altijd... Dat ligt natuurlijk het meest vers in het geheugen. En je hebt altijd een herinnering aan een overwinning of een wedstrijd. Je hoeft het niet eens te winnen om een mooie herinnering te hebben. Wat is jouw herinnering aan dit WK dan? Want je bent de weg en de tijdrit. Dat is sowieso wel bijzonder natuurlijk. Ja, nou dat vooral. Dat het gewoon lukt op een moment... Ja, in een jaar waarvan we niet eens wisten of er een wereldkampioenschap zou komen... Dat was gewoon allemaal spannend. Ineens heb je alle wedstrijden, alle belangrijke wedstrijden achter elkaar. En dan is het dan wel een WK. Ja, ik had gewoon van tevoren nooit gedacht om ze alle twee te winnen. Ja. Ik had echt hoog ingezet wel op de tijdrit. Maar het parcours was niet echt voor mij ideaal. Dus ja, dat was echt wel zo mooi om wereldkampioen tijdrijden een keer te worden. Ja. Je was 3 keer tweede natuurlijk, ja. Op WK tijdrijden. Ja. Heb je in de coronapauze, tussen aanhalingstekens, heb je getraind op jouw positie? Op de fiets? Ja, veel meer. Zien we dat terug op het filmpje bijvoorbeeld? Kun jij zien dat jij daar hard aan getraind hebt? Ja, van zover af, de houding op zich wel. En als je dat vergelijkt met jaren daarvoor, zie ik wel verschil, ja. Maar dan moet je wel, weet je, dan leg je twee foto's naast elkaar en dan kan je wel wat zien. Maar het is vooral...
denk ik ook het gevoel wat je hebt op de fiets, waar ik veel aan heb gewerkt. De manier van trainen, ja, vroeger ging ik een uurtje en dan was ik er ook echt wel... Ja, dan was dat het. En dan deed je blokjes. En nou, ik heb er meer plezier in gevonden om gewoon op die fiets te stappen. En ik heb trainingen gedaan die... ja, weet je, als je 120, 130 kilometer op de tijdrijfiets rijdt... op een leuke manier, in een groep ook wel... dan, ja, dat had ik daarvoor nog nooit gedaan. Dus dat was voor mij wel een andere manier van hoe ik het daarvoor deed. Ja. Kijk jij het wielrennen? Weinig, maar ik heb altijd gezegd dat wielrennen, denk ik, een van de zwaarste sporten is. En ik daar eigenlijk wel, ja, wel heel veel, jawel, denk ik wel, op een bepaalde manier wel. En dat ik daar heel veel respect voor heb, omdat ik het bijna niet kan voorstellen hoe dat is om op één dag zoveel kilometer te fietsen, laat staan een paar dagen achter elkaar. En ja, ja. Heel veel respect voor wielrennen. We hebben voor jou ook een lijstje gemaakt, Demi. Natuurlijk, je bent... 12e op dit moment, de world ranking. 2018 was over jouw beste jaar, was je 7e van de wereld. Hè? Je ziet er 1, 2, 3, 4 Grand Slam toernooien... waarbij je de tweede, derde en kwartfinales hebt gehaald. En uiteindelijk 12 overwinningen in de WTA toernooien. Laatste dit jaar Straatsburg en Cincinnati. New York was dat en de staat. Kun jij iets over zeggen van wat het mooiste... Kijk, het hoogste is meestal het mooiste misschien, maar... Of heb je andere ervaring? Nou ja, zeker wel de hoogste is meestal wat mooiste. En ik merk een groot verschil tussen Cincinnati winnen of Straatsburg. En vooral omdat Cincinnati is zo'n groot toernooi. En dan merk je gewoon in de finale ben je zo zenuwachtig. En in Straatsburg was het toch heel anders. Er zat ook ja, in beide toernooien in dit geval geen publiek, maar een hele andere sfeer. En zeker in Straatsburg, daar was ik gewoon in een wedstrijd in mijn vliestrui, tennis, in de regen. Ja, dat was gewoon een hele andere sfeer. En ik denk dat dat wel een groot verschil is, wat inderdaad ook al werd aangegeven. De herinneringen die je eraan hebt. En als alles heel lekker loopt, dan ja, is het gevoel ook daarna heel anders. Ja. Heb jij voor jouw gevoel, zit er nog veel marge in om te groeien? Qua niveau denk ik wel, maar ik denk voornamelijk op, ja, op de, ja, in de Grand Slams, die resultaten. Ja. Als je kijkt, Cincinnati is qua niveau en qua tegenstander precies hetzelfde als US Open, alleen ja, daar valt het dan nog niet helemaal. Hoe kan dat dan, denk je? Ja, geen idee. US Open was kwartfinale dit jaar en 2 jaar geleden. Ja, klopt. Dus dat is in een Grand Slam wel mijn betere resultaat, of mijn beste resultaat zelfs. En ik hoop daar op een gegeven moment ook in te gaan doorduwen. Alleen op dit moment, ja, de toernooien voor de Grand Slams doe ik het altijd best wel goed. Alleen op de Grand Slam zelf, dan ja, kan het soms beter. En hoop ik dat het binnenkort ook beter gaat. Ja, en hoe groot is die drempel dan om in de Grand Slam tot in de finale te komen bijvoorbeeld? Nou ja, ik denk eigenlijk dat er geen drempel meer is. Kijk, wat ik net ook zei, de toernooien die ik soms win, die zijn met precies dezelfde mensen en precies dezelfde tegenstanders. Dus ik heb bewezen dat het kan en ook met verschillende partners. Dus het is eigenlijk net op het goede moment ja, dat resultaat boeken en net op het goede moment ja, dat het jouw kant opvalt. Ja, is het niet ook die afhankelijkheid van je partner eigenlijk? Is dat niet ook soms heel storend? Dat als jouw partner bijvoorbeeld een slechte dag heeft, en andersom geldt dat natuurlijk ook, ja, dan kun je wel vergeten, dan kun je je tas pakken. Ja, dan kan ik ook nog. Heb jij geen last van? Ja, trouwens, je teamgenoten misschien ook wel, maar ja, jij moet goed zijn en dan... Ik denk dat het daar nog ietsje meer is als bij ons. Want kijk, wij winnen altijd wel individueel en je hebt er meer. En bij jullie is het echt, je doet het echt met z'n tweeën. Ja. Dat weet je ook van tevoren, toch? Ja. Ja, daar is het wel voor kies. En wat ik ook juist leuk vind aan, dat je een teamsport doet eigenlijk. En toch een voor veel mensen individuele sport. En als topsporter wil je niets aan het toeval overlaten. Nee, en dan toch kies je voor een dubbelpartner. Vind je dat zo'n opvallende keuze? Ja, dat wel. Maar ik moet ook wel zeggen, ik sta er ook zo in van. Je wint samen en je verliest samen. En de ene keer ben ik het en de andere keer is mijn partner het. En ja, als je een beetje geluk hebt, speel je op de goede momenten allebei goed. Ja, en dan is daar zo'n finale Grand Slam die je kunt halen. Maar het ligt allemaal zo dicht bij elkaar dat je er gewoon echt allebei moet staan. Ja. Wat wij leuk vinden is dat jij af en toe beschikbaar bent om een vlog te maken. Dan maak je met je eigen telefoon beelden van waar je bent geweest. En bij de US Open heb je dat ook gedaan. Ik heb een korte samenvatting hebben gemaakt van hoe jouw leven eruit ziet tijdens een toernooi. Kijk even mee. Dit is de kamer waar we om de 4 dagen getest worden. Dus hier kom ik eigenlijk niet echt heel graag.
De organisatie van de US Open is als de dood dat iemand het coronavirus oploopt. Vandaar dat er strenge veiligheidseisen zijn. Zo moeten alle spelers in het spelershotel blijven en mogen ze alleen naar buiten voor een training of een wedstrijd. Voordat je de bus ingaat, wordt je lichaamstemperatuur gemeten. Je moet allemaal vragen beantwoorden en een goede check krijgen dat je de bus in mag. Ik laat jullie nog heel kort een filmpje zien in het Arthur Ashe Stadium. Helaas zonder publiek, maar wij kunnen ongeveer 23.000 mensen in. From Germany, the world number 7, Alexander Zverev. En na de training gaat iedereen weer gauw terug met de bus naar het hotel, waar alle voorzieningen zijn getroffen om niet naar buiten te hoeven. En je ziet, dit is allemaal op afstand. Heel anders dan dat we gewend zijn. Ik ga jullie meteen mijn kamer laten zien. Hier zijn mijn tassen, mijn bedje, wat weer mooi is opgemaakt door de poetsvrouw. Er is geen kast, dus mijn kleding ligt op het andere bed. Ik zal jullie mijn uitzicht ook even laten zien. Het is gewoon een parkeerplaats, maar ja, daar mogen wij toch niet komen helaas. Anna, vind je dat dan niet heel saai uitzien? Nou ja, we zijn het natuurlijk wel een beetje gewend ook. Ja, je bent gewoon veel in een hotel altijd. Ja. Maar nu is het natuurlijk wel echt extreem dat jullie ook niet naar buiten mogen. Of het is eigenlijk gewoon een grote cel, om het maar zo te zeggen. Ja. Je zit echt opgesloten totdat je weer mag spelen en dan weer terug in Jok. Alleen is het wel vrijwillig natuurlijk. Ja, vrijwillig, maar ja, je moet ook wel, anders kun je niet spelen. Nee, dat klopt. En dan hou je wel contact veel met familie en je partner thuis? Jawel, dat wel. En dat ben ik ook heel blij dat in deze tijd FaceTime en Skype en zo bestaat. Want hoeveel dagen ben jij thuis geweest de afgelopen periode? Sinds ik weer mag spelen, denk ik, tot ik de laatste, 3 maanden, nog geen week, denk ik. Ja, precies. Ja. Het is echt ongelooflijk. Wij weten ook dat natuurlijk familie is ook belangrijk voor je. Je hebt partner in Maastricht en familie, onder andere Per. En Per hebben we afgelopen donderdag gesproken. Speelde hij in Venlo met Jong Oranje tegen Gibraltar. En hij zit op dit moment in Cyprus. Maar dit zegt hij over Demi. Als het uitkomt, kijk ook via een livestream naar haar wedstrijd. En dat zal ook zo blijven. Als het uitkomt, dan proberen we dat wel te doen. Geeft Demi ook een tips over het voetballen over jou? Nee, gelukkig niet. En dat doe ik ook niet bij haar. Waarom niet? Nee, ik denk, zij weet genoeg. Zij weet zelf heel goed wat ze moet doen op het veld en tennis. En dat weet ik ook wel bij voetbal. Dat weet ze ook dat ze dat niet hoeft te doen. Ja, en wanneer komen jullie bij elkaar? Want jullie zijn een hechte familie. Ik heb Demi toch al, denk ik, 1,5 maand, 2 maanden niet gezien. Of misschien wel iets langer. En ik hoop als ik volgende keer terug naar Limburg ga dat ik haar zie. Maar dat wordt denk ik weer moeilijk, want ik geloof dat ze volgende week weer naar een toernooi gaat. Hè. Hey Demi, ik weet, ik spreek je dagelijks, maar ik zie je niet zo vaak. En hopelijk ben je eens een keer een weekje thuis, zodat ik je kan zien als ik naar papa en mama ga. En dan zien we elkaar snel. Gaan we wat leuks doen. Nou, het lief van Kleine Brug bij Ajax. Mooi, toch? Ja. Waarom raakt jou dat zo? Ja, ik denk dat ik hem al een half jaar niet gezien heb of zo. Ja. Vind je het lastig? Ja, soms wel. Ja. Nou, dat zegt wel heel veel over jullie band. Het is wel prachtig om te zien eigenlijk. Het was niet de bedoeling om je zo emotioneel te maken. Nee, maakt niet uit. Hoe gaat dat bij jou? Want jij zit je man natuurlijk ook niet. Je zit op dit moment in de Giro, hè? Ja. Nee, ja. In het begin van het jaar hebben we elkaar juist heel veel gezien. Dus dat was ook wel voor ons echt een bijzondere tijd, omdat we het altijd al zo hebben gehad. Hij is ploegleider bij Jumbo-Visma en veel weg. En dan soms komt hij thuis, ben ik weer weg. Ja. Dus het begin van dit jaar was wel echt de andere kant op extreem voor ons. Echt wel fijn. En toen is het seizoen begonnen en in totaal heb ik hem een weekje gezien, denk ik. Ja, dat is juist heel weinig. Want we hebben vandaag contact met hem gehad. Hij heeft rustdag in de Giro bij Jumbo-Visma, natuurlijk ploegleider. Dit is het bericht van Sierk-Jan de Haan. Hoi lieverd, even een berichtje uit Italië. Ik hoop dat het een verrassing voor je is. Want eigenlijk vind ik dit wel een heel goed idee van de presentator Bas. Want we hebben hier te maken met een primeur. Want ik heb nog nooit een videoboodschap voor je ingesproken. Toevallig was het afgelopen nacht dat ik een keer wakker lag en dacht ik van, hoe lang is het al geleden dat ik naast Anna heb gelegen? Nou, vanaf half juli was het maar 7 nachten. Dus het wordt straks wel weer een keer tijd naar de Giro. Maar daar verheug ik mij enorm op en jij ook, hoop ik. Vanavond zit je naast
een hele goede tennisspeelster. Dat wist ik, want ik ken de familie. Nou, als je nog even slim bent, Anna, dan vraag je Demi straks even om naar kaartjes. Is momenteel niet echt, maar vraag me gewoon om een shirtje. Want dan ben ik natuurlijk als Ajax-ziet altijd blij mee. Nou, fijne avond en tot snel. Doei doei, schat. Ja, hij zou kijken vanavond. Oh, ik denk dat zegt hij dan. Vraagt hij of je me wilt leren tennissen. Maar dat is, ja, dat is veel plezier hoor. Dat lijkt me geen goed idee hoor. Oh, zeker weten. Want Anna, hij is natuurlijk ook een beetje jouw coach eigenlijk. Hè? En trainer. Ja. En dan werken jullie nu nog ook echt. Gaat het alleen maar over wielrennen of heb je ook nog. Alleen maar. Ja. Altijd. Nee. Nee. Nee, ja, dat is ook hetzelfde een beetje. Dat zijn we niet anders gewend. En zo hebben we elkaar ook ontmoet. Ja, ja. En het gaat er meestal. Hij is daar wat constanter in als ik. Maar dat is juist ook wel, denk ik, waarom het goed is dat ik hem heb. Want ik heb zoiets van, als ik thuis ben, dan wil ik helemaal niet over die schema's en zo hebben. Maar hij motiveert me altijd wel weer om gewoon om een goede planning te hebben. En ook bijvoorbeeld in het begin van het jaar dat we geen vooruitzicht hadden op wedstrijden. Ik weet niet hoe die doet, maar dan motiveert hij me wel zo. Dat, dat ik gewoon echt top kan trainen. En dat ik het leuk vind. Dus, Heb je waarschijnlijk de goede gevonden, denk ik. Ja, ik denk het wel. Ik wil het even met jullie over geld hebben. Kun je er goed van leven, van jouw sport? Ja. Ja. Jij ook? Ja. En is dat op basis van toernooien of op basis van sponsoren? Voor mij voornamelijk van het toernooi, zeg maar de laatste 2-3 jaar ongeveer, heb ik echt een goede buffer kunnen opbouwen. En gelukkig ook 2018 was het topjaar, heb je 7 overwinningen gelopen? Ja, klopt. Ja, dat was echt een uniek jaar. Hebben jullie nog profijt van, zeg maar. Ja. Ik heb namelijk even, het verschil tussen man en vrouw is er nog steeds. We hebben even opgezocht. De winnaar, je bent het eindklassement, heb jij 3 keer van de Giro gewonnen. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste etappekoers voor vrouwen. Ten opzichte van de belangrijkste etappekoers van mannen, dat is de Tour de France. De eindwinnaar van het klassement bij de vrouwen is €5.000. En bij de mannen €500.000. Wat zegt dat? Het is nog niet op orde, geloof ik. Nee, dat is een verschilletje. Maar goed, dat is wel bekend bij ons. Wordt het wel beter? Het is heel erg aan het veranderen. En dat is ook niet. Ik denk, je moet het ook niet altijd vergelijken. Want waar we vandaan komen, dat was nog minder. Ik ben wel eens uit een Giro gekomen met bijvoorbeeld €100 of zo. Ja. Ja. €100, dan heb je 8 jaar gekoerst. Ik denk dat het, zeker de laatste tijd, we hebben al wedstrijden gehad dat het wel gelijk was. En het vrouwenwielrennen is gewoon een mannenwielrennen niet. En zoals je ziet, wat de laatste jaren, wat voor wedstrijden we erbij hebben gekregen, wat voor publiciteit. Ja. Wedstrijden worden steeds meer live uitgezonden. En als dat niet zo is, dan wordt er over geklaagd. Maar dat lijkt toch steeds meer op het mannenwielrennen dan? Dan zou het, het geld toch meer moeten groeien? Kijk, ja, nou, dat stukje is denk ik wel stap 1. En als je de ploegen vergelijkt, ja, wij hebben niet dezelfde ploegen als mannenploegen. Die zijn 3 keer zo groot als vrouwenploegen. Ja. En ook alles wat daarin omgaat is gewoon al zoveel groter en verder. En we hebben 100 keer verder? Nou, geen 100 keer verder, maar wel een grote voorsprong. En dat gaat misschien langzaam, moet dat naar elkaar toe groeien. Maar dat is niet het grootste doel, vind ik. Ja, want tot slot even, bij vrouwen dubbel, heb je dan eigenlijk heb je dan niet de goede klasse gekozen, toch? Nee, voor het geld moet doen. Nee, dus zeg maar op de Grand Slams is tussen mannen en vrouwen single is hetzelfde. Ja, maar tussen, evenveel. Ja, evenveel. En dan dubbel en single is echt een heel groot verschil. Ja, en volgende week maandag staat jij in Tsjechië in het toernooi. Wat is daar de hoofdprijs? Wat win je daar als je wint? Ik kijk er meestal nog niet eens naar. Oh. Ik probeer echt. Zijn er tonnen? Want er zijn echt ieder toernooi verschillende, of heel veel verschillende prijsklasses ook. Dus Grand Slam is uiteraard het meeste. En dan heb je zoveel verschillende categorieën van toernooien qua prijzengeld. En soms is het qua punten heel erg hoog, maar prijzengeld weer minder. En zeker in deze periode is bij ons prijzengeld sowieso omlaag gegaan. Dus bij de gewone toernooien is er wel een verschil tussen mannen en vrouwen. En ik vind het eigenlijk raar, omdat bij de gewone toernooien speelt iedereen evenveel sets, mannen en vrouwen. En op Grand Slams moeten mannen 3 gewonnen sets voor 3 gewonnen sets spelen en vrouwen 2 gewonnen sets. En daar is het geld dan wel hetzelfde. Dus waar ze er juist meer voor doen, verdienen ze evenveel. Dus dat is vreemd. Maar
goed, ik klaag niet, nee. Nee. Nou, we gaan naar een rubriek daar waar veel minder geld wordt verdiend. En dat is namelijk het amateurvoetbal. Want het idee deze week was eigenlijk om naar Groene Ster EVV te gaan. Want die wedstrijd werd door coronagevallen bij Groene Ster afgelast. Dus we hebben het improviseren. En dan kwamen we uit bij de strijd tussen Bocholtz en IJsden. Oftewel Sportclub 25 tegen VV IJsden. En dan moet je weten, Bocholtz, Sportclub 25, is absoluut de koploper. Ja goed, als je kijkt naar de voorbereiding en de fase van de competitie. 3 wedstrijden, 9 punten, heb je zeker niet te klagen. IJsden, nou, want wij... We trainen hard, we zijn weer een nieuw team aan het vormen. En als dat geleidelijk aan komt, wordt dat een goed team. Josh van der Leijden, de trainer van IJsden, heeft er alle vertrouwen in. Maar al snel komt de thuisclub op voorsprong. Frank Kamps is de naam. Aanvoerder en rug nummer 9, dus een echte spits. Op aangeven van Frank Kort, de openingstreffer. Sportclub 25 is ijzersterk begonnen aan dit seizoen, heeft 3 keer gewonnen. VV IJsden 1 keer gewonnen en 2 keer verloren. En dit is volgens scheidsrechter Robert de Graaf een strafschop. Maar als we goed kijken, dan speelt Mirko Dekkers met nummer 6 eerst de bal en dan een beetje de man. Hoe dan ook, penalty. En de man achter de bal is uiteraard Kamps. Met zijn tweede van de middag zet hij de thuisclub op rozen 2-0. Dat is ook de ruststand. En in die tweede helft gaat Sportclub 25 vrolijk verder. Komt Reizinger aan de bal, heeft ook de goede voorzet. En Kamps met zijn derde van de middag. En deze volley is heel erg fraai. Keeper op het verkeerde been. En 3-0 is de veilige voorsprong. En eigenlijk is de buit daarmee binnen voor Sportclub 25. Maar de ploeg van trainer Remo Gielkens denkt ook aan het doelsaldo. En Bas Hunen is degene die voor 4-0 zorgt. Prima aangenomen en heel beheerst afgerond. Uiteindelijk wordt het ook 5-0 als Reizinger de beslissende uithaal in huis heeft. En verdediger Bekkers en doelman Vrieselaar elkaar in de weg lopen. En zo wint Sportclub 25 overtuigend op het eigen sportpark met 5-0 van VV IJsden. En is het stevig koploper in de tweede klasse G. Ja, natuurlijk kun je jouw amateurclub ook opgeven voor wedstrijd van de week. Dat kan via l1.nl/wedstrijd van de week. En ja, morgen is natuurlijk weer een nieuwe persconferentie van het kabinet. Dus het kan zijn dat het amateurvoetbal er helemaal uit ligt. Maar dat wil niet zeggen dat je je club niet kan opgeven. Want dan hebben we alvast een lijst. Dus doe het vooral. Anna, hoe lang blijf je nog in Valkenburg wonen? Ja, dat is ook een beetje onzeker, maar nog wel een tijdje. Je bent Limburger voor ons nu, hè? Dus dat is ons wel handig. Ik praat nu niet hetzelfde, hoor. Nee, maar je bent een huis aan het bouwen in de buurt van Zwolle. Je woont nu tijdelijk in Valkenburg en dat gaat dus op enig moment veranderen. Ja, als het huis klaar is, hoop ik wel. Ja, en tot die tijd gewoon even kijken. Het is hier wel fijn. Het bevalt hier goed. Ja. En qua training is het echt heel anders dan in Zwolle, omgeving Zwolle. Ja, ik vind gewoon, ik ga hier... Je gaat op pad en je zit tussen de klimmetjes en de mooiste routes. Dus ja. Dat is wel echt vanavond ook met fietsen. Tof om te doen. Vanavond ook met fietsen hier. Ja, dat vooral. Ja. Ja. En Demi, jij speelt maandag in Tsjechië, in Ostrava was het. En, ja. En daarna? Vakantie. Ja, is het klaar. Toernooi gecanceld. Dus er is niks meer. Dus het is inderdaad vakantie en dan opbouwen naar hopelijk Australië en... Ja, afwachten of dat doorgaat. Ja, wereldwijde pandemie heb jij natuurlijk zeker mee te maken met jouw sport. Dames, ik dank jullie heel hartelijk voor jullie komst. Succes in Tsjechië. Jij succes Ronde van Vlaanderen zondag. Ja, dankjewel. Tot plezier ook. Ik dank jullie allemaal voor het kijken. Wij zijn er volgende week weer met nieuwe gasten. Tot volgende week.